Donderdagavond is de foto-expositie TROTS geopend op Plein 44. De expositie, die een initiatief is van Pride Photo Nijmegen, bestaat uit verschillende billboards met foto's en teksten van trotse transgendermodellen uit Nijmegen. Volgens initiatiefnemer Wouter Christiaans moeten de foto's een positief tegengeluid geven tegen de discriminatie waar transgenders nog vaak mee te maken krijgen. Hij hoopt dat voorbijgangers in eerste instantie niet weten waar het over gaat en de modellen zoals normale mensen zullen zien. Een van de modellen is Katelijn Loeven. Zij noemt de expositie vooral nuttig. Naast transgenders zijn we vooral normale mensen die normale dingen doen, aldus Loeven. Ze wil het publiek vooral als tip meegeven om met transgenders het gesprek aan te gaan. En dan niet per se over gendertransitie, maar bijvoorbeeld over gemeenschappelijke hobby's. De expositie op Plein 44 duurt nog tot vrijdag 16 november.